leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een keer wat anders, namelijk eindelijk een nieuwe avondroutine. Veel aangevraagd. Oh, trouwens, voordat ik nog verder ga met praten, niet op dit gigantische ding. Maar goed. Ja, nou, zoals we allemaal weten is het natuurlijk een beetje gekte en een beetje een chaos rondom de corona. En wat betekent dat ik al een week thuis werk. Het is nu net weer een nieuwe week. Het is maandag vandaag. En dus we gaan de tweede week in. En ik ben dus samen met... Luna, mijn kind. Voor wie ik nog niet wist. Oh jongens, ik kan hier niet tegen. Ik kijk de hele tijd naar mezelf. Ook schrok. De buurman liep langs. Maar goed, wij zijn dus voornamelijk binnen. We gaan er af en toe wel even uit hoor. We hebben een tuin, dus daar kunnen we ook in. Nou ja, dat kunnen jullie allemaal zien in mijn vlogs. Maar goed, ik dacht ik ga ook eindelijk weer even de avondroutine opnemen. Sander is er nu nog niet. Die komt zo meteen thuis. Het is namelijk 5:05. Maar ja, ik ga jullie gewoon meenemen in onze avond. En onze avond ziet er op zich niet heel anders uit nu het coronavirus er is. Dus het is niet echt een hele speciale editie. Het is wel één met Sander erbij, want de vorige keer was Sander er niet bij. Dus dat is wel weer vernieuwing. Dus ik denk dat dat wel leuk is voor jullie om ook te zien. Dus ja, kijk graag mee. En we gaan dus de hele dag eigenlijk van alles een beetje doen. Van alles en nog wat. Dus dan is eigenlijk het laatste uurtje altijd van 4 tot 5. Echt een beetje een chill uurtje. Luna wordt dan ook altijd vaak een beetje lamlendig. Dan gaan we lekker altijd nog even chillen op de bank. Met vaak ook even wat lekkers er nog bij. Een chipje of een snoepje. Maar dat heeft ze al gehad. Ja, Luna kijkt altijd Winx. Wisselt nog wel eens, maar momenteel is het Winx. Op een gegeven moment wordt ze volgens mij helemaal raar van. En dan weet ze niet meer hoe ze moet liggen. Dan zit ze maar te draaien en te doen. Kijk, dit dus. Dan neemt ze echt de raarste houdingen aan. Weet je niet hoe je moet liggen? Hebben jullie maar goed, ja, ik ga zo wachten tot Sander er is. Misschien de boel even een beetje aan de kant maken. En meestal begin ik rond 5:30, 5:45 met het eten. En ja, nu denk ik vandaag. Home. En wij, het is inmiddels 5:55 en we gaan even eten maken. Hallo, kan je vertellen wat we gaan eten? Weet je hoe dit heet? Spinazie. À la crème. Fish sticks. Ja, nou, waarom zeg je dat dan niet? En aardappelpuree uit pakkie. Pakjes. En Luna helpt mij meestal, dus we gaan nu weer samen iets maken. Is het voor Luna eigenlijk altijd tijd voor een ijsje. Neemt altijd een ijsje. En daarna ga ik eigenlijk altijd meteen afruimen en vaatwassen inpakken.
nadat we dan even nog een lekker ijsje hebben gegeten, Ellen. En nog heel even 20 minuutjes ongeveer gechilld hebben op de bank. Gaan we vaak nog even wat ondernemen. En dat is meestal iets van een spelletje of kleuren. Oké, Luna. En vandaag is het inderdaad een spelletje. Welk spelletje dan? Remy Cup. Spannend, Alun. Spanning. Nee? Deze moet even terug in de box. Oké. Ja. 5. Was dat het? Ja. Oké, nu ben ik. Oh. Sorry. Ik kan niet. We hebben net niks aan. Sander heeft gewonnen en nu gaan we... Nog een keer, we gaan kijken wie er nu gaat winnen. Precies. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk Sander weer. Nee. Nou, het is inmiddels al bijna, het is al 7:30. Luna gaat meestal al echt om 7 op bed. En toen ineens bedachten we dat er weer uitspraken gedaan gingen worden van het kabinet over het coronavirus. Dus Luna zit nu op het toilet en we gaan nu lekker... naar boven. En dan gaan we eerst altijd tanden poetsen. En het hangt ervan af. Nu in deze periode doen we eigenlijk altijd 's ochtends wassen of douchen. In plaats van 's avonds. En eigenlijk als Luna altijd naar school gaat, doen we het wel 's avonds. En voordat Luna gaat slapen, lezen we altijd samen een boekje. Ik dan eigenlijk altijd meteen doe, is lekker een chill outfitje aandoen. Ik heb mijn make-up er lekker afgehaald, maar mijn camera was net leeg. Dus hij viel uit. Ik dacht nee. Dus ik heb hem even snel zo goed als het opgeladen. Maar goed, ik weet niet in hoeverre dat is gelukt. Maar goed, wat we dan eigenlijk altijd doen. Sander zit al op de bank. Dan ga ik lekker een kopje thee maken voor ons. Nou, dan ga ik er lekker bij zitten. Dan ga ik lekker chillen. We zijn lekker aan het chillen. Een beetje kopjes thee aan het drinken. Maar ja, ik voel me eigenlijk een beetje. Dus ik ga alvast even een vlogje editen. Of in ieder geval deze video. Dan heb ik dat alweer een beetje gedaan. Dus dat scheelt dan weer. Nou, het is inmiddels bijna 10:15. En we gaan eigenlijk altijd rond die tijd een beetje klaarmaken om naar bed te gaan. Dus Sander gaat lekker zijn brood smeren. Of lekker, weet ik eigenlijk niet wat lekker is. En ik ga hier even de boel een beetje opruimen. Dekentjes opvouwen, glazen opruimen, dat soort dingetjes. Dat ga ik nu even doen.
En eigenlijk het eerste wat we doen als we boven komen is altijd even kijken bij Luna of ze er lekker bij ligt, of ze lekker ligt te slapen. En even nog een laatste kus geven. Hallo. Lekker slapen. En daarna lekker tanden poetsen. En super saai, misschien mega slecht, maar ik heb zelf verder helemaal niet meer echt een routine voor huidverzorging 's avonds. Dus wat we dan doen is eigenlijk gewoon lekker ons bed in en we gaan altijd nog even op ons telefoon, een beetje series kijken, YouTube kijken en daarna lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!